Van gigolo naar gevangene naar social worker. De Nijmeegse Frank de Bruin heeft het meegemaakt. Als gigolo wordt hij onschuldig gearresteerd en belandt hij in een Italiaanse gevangenis. Nu jaren later komt zijn heruitgave van zijn boek uit. Achter de tralies schijnt de zon. Op de terugweg van zijn reis naar Zuid-Amerika als gigolo wordt er extra streng gecontroleerd op drugsbezit. Wanneer ook Frank van top tot teen wordt gecontroleerd, voelt hij zich ontspannen. Maar er blijken bij deze vlucht wel personen te zijn die drugs hebben gesmokkeld. En Frank moet daarvoor opdraaien. En een van die mensen heeft dat uitgepoept. Het was ook maar een hele kleine hoeveelheid uiteindelijk van 400 gram. Nou, daar ga ik mijn leven sowieso niet voor in de waagschaal zetten. En die heeft dat in een spuugzakje gedaan. En bij iemand in de tas gestopt, in een handbagage gestopt. Maar dat was mijn tas. Frank belandt in de cel in Italië. En hoe positief hij ook in het leven staat, voor hem is dit ook te veel. Ook heeft Frank het idee te worden uitgekotst door zijn familie, omdat hij weken geen post krijgt van het thuisfront. Zij wisten niet dat ik vast zat, want de ambassade was niet ingelicht en ik stond gewoon als vermist op de telex. En na 3 weken dachten ze dat ik dood was. Met zijn boek over het leven in de gevangenis wil Frank vooral de mensen inspireren met psychische problemen. Want hij weet zelf maar al te goed hoe het is om daar doorheen te gaan. Ja, op het moment dat het gebeurde, ik heb echt met suïcidale gedachten gelopen. Ik heb echt gedacht om mezelf van het leven te beroven. Want ik dacht, wat voor zin heeft het leven nog als ik hier... Na 3 dagen ben ik al 10 kilo afgevallen. Hoe gaat dat nou met 3 jaar? Maar ondanks de vele tegenslagen is het Frank altijd gelukt om er weer bovenop te komen. Het schrijven van zijn boeken heeft zijn leven gered. En dat wil hij graag overdragen. Met deze kennis inspireert hij anderen als ervaringsdeskundige. Werkt hij als woonbegeleider in het AZC en is een coach voor jongeren. Kijk jongens, ik zat daar diep. In dat duistere put en nu sta ik hier blakend van energie en jullie te vertellen dat hoe diep je ook zinkt, het is altijd maar tijdelijk. En dat is een beetje de rode draad die ik eigenlijk in mijn trainingen en in mijn boeken altijd naar voren breng. Dus ja, als dat mensen, ook maar als er maar eentje die het inspirerend vindt, dan voelt het voor mij al iets wat een gewin is. Want wij mensen zijn sociale wezens en... We zijn er, zeg maar, verbinding en alles. Het hoogste wat je kunt meemaken als mens, zeg maar, is anderen inspireren.